We gaan naar iets anders, want Ahoy maakt zich op voor de 70ste editie van de Nationale Taptoe die vandaag begint. En onze verslaggever Sibel Unemli was bij een van de laatste repetities van dit grote spektakel. Deze editie staat wel echt in het teken van internationale samenwerking. De VN staat op de voorgrond. We hebben natuurlijk ook het jubileum van de VN dit jaar. Het gaat ook om diversiteit, vrouwen bij de krijgsmacht, jonge mensen. Dus we zijn echt wel een organisatie die zich in het heden moet profileren, zeker in deze tijd. Minder dan 20% van de militairen is op dit moment vrouw, terwijl ik vind het ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het een aantrekkelijke job voor vrouwen. Naga is a piece that celebrates, I guess you say, the pioneering spirit, the resilience and the bravery of women throughout the ages. Dat is voor mij wel ook een rode draad door mijn leven geweest. Als vrouw in de muziek, als vrouw bij Defensie. Dus dat vind ik enorm waardevol om dat ook te mogen spelen vanavond. Er is ook hoogwaardig bezoek, begreep ik. Prinses Beatrix. Prinses Beatrix komt. Oh, dat vind ik fantastisch leuk om te horen. Dat wist ik nog niet. Ja, dan hoor je nog even van onze verslaggever dat er een prinses op zou komen. Lammert, je hebt je hele zolder vol liggen met allerlei spullen. Zit er ook nog taptoe materiaal nee, tussen? Nee, helaas. Ik moet je teleurstellen. Nee, wel voor prinses Beatrix dingen trouwens. Ja, oh ja? Ja, gewoon vertel. Het nou, kerstkaarten, dat soort dingen. Ja. Aan wie? Ja, kerstkaarten die ze vroeger verstuurden. Ja, aan jou? Nee, niet aan mij. Oh. Nee, helaas. Nee, helaas oude kerstkaarten van prinses Beatrix. Ja, oude kerstkaarten van prinses Beatrix.